En ik heet u van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Actua. En we zijn dus live vanuit de congreshal, waar we dus een aantal onderwerpen vandaag met u zullen doornemen. Ik ben Carlos Lindveld, uw presentator voor vandaag. We hebben dus vandaag drie onderwerpen. Eén, praten we dus over de actualiteit. En dat heeft dan te maken met de valutawet, welke onlangs is aangenomen. Ook nog de zogeheten COVID-wet. En daarbij dus ook dat stimulusplan, welke dan in orde moet worden gemaakt. En daarna praten we dan ook over een wet, welke dus enige tijd terug ook is aangenomen. En dat had dan te maken met de beëindiging van de Burkopondo-overeenkomst. En wat is de meerwaarde daarvan? Want we weten nu trouwens ook al dat de Afobakka-dam, Stuwmeer, in het bezit is van de Surinaamse overheid. En dat betekent zoveel als dat wij dus niet meer hoeven te betalen of af te dragen aan de Suralco, Alcoa, Lees Alcoa, als het gaat om de stroomleveringen. Wat is de meerwaarde daarvan voor onze economie en voor de gewone burger hier in ons land? Als eerste gast vandaag, het is voor mij een waar genoeg om uit te nodigen, de heer Melvin Bova, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée en ook de trekker geweest onlangs nog van de noodwet, ik noem het de COVID-wet. Wat zou toch wel, als we daarmee mogen beginnen gelijk, de meerwaarde daarvan nu, in deze periode, met toch wel een laag pitje waarop onze economie nu draait. Vele mensen zijn thuis vanwege de COVID-maatregelen. Vele bedrijven werken op een laag pitje, 50% bezetting hebben we dus. De grenzen zijn gesloten, onze luchtruim is gesloten. Maar we moeten doorleven. Wat is de waarde van deze COVID-wetgeving in dit verband? Nou, in elk geval, een belangrijk deel is door u gezegd. Mm-hmm. Er is een heleboel veranderd. COVID in feite heeft de wereld anders te boven gezet. Suriname is onderdeel van de wereld, dus ook wij hebben dat ervaren en ervaren dat nog steeds. Gelukkig dat wij door de kordate aanpak van de regering en het managementteam, het crisismanagementteam, ook anderen die daaraan hebben gewerkt, een redelijk beheersbare situatie hebben. Mm-hmm. Maar toch moet je een aantal dingen doen, want COVID is niet alleen maar het medisch aspect, zoals ik dat ook in het parlement heb onderbouwd. Er is ook een behoorlijk sociaal-maatschappelijk, maar meer nog zoals we dat volgen internationaal, een financieel-economisch aspect. En de wet is juist bedoeld om die zaken op te vangen. U zei het, we moeten doorleven. Mm-hmm. In deze periode, maar ook na deze periode moeten we doorleven. En daarvoor zijn er een aantal maatregelen nodig. En de COVID-wet, makkelijk uitgedrukt de COVID-wet, zeg maar de wet uitzonderingstoestand, mm-hmm. Die maakt het mogelijk nu voor ons om in deze situatie een aantal dingen te doen om inderdaad door te kunnen leven, want er moeten testen worden aangekocht, mensen moeten in quarantaine worden gehouden, straks ook nog meer wanneer we verder gaan met de repatriëring. Straks moet de economie doordraaien, bedrijven moeten een kleine injectie krijgen om weer op te komen, dat we geen arbeidsplaatsen verliezen. Kortom, het is bedoeld om door te kunnen leven, ook in deze COVID-crisissituatie. Ja. Niet alleen in deze periode, maar zelfs ook daarna. Daarna, ja, precies. Ja. Hoe zit dat met de kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, die nu toch wel in problemen zijn gekomen? Dan ook de werkers, want we horen hier en daar van, ja, mijn werkgever heeft mij aangezegd van, luister, tot zo'n periode kan je bij me blijven werken, want daarna is er geen werk meer. Hoe zit het dan in dit geval, voor die kleine bedrijven? Nou, very heavy. Very heavy, het is niet eenvoudig. Ik volgde gisteren nog in het nieuws in de Verenigde Staten dat zeg maar degenen die zich hebben aangegeven een werkloosheidsbijstand te moeten krijgen is opgelopen naar ruim 17 miljoen. En in andere landen in Europa is het beeld niet anders. Hier weten we natuurlijk ook dat op basis van het feit dat bedrijven genoodzaakt gesloten zijn ter bescherming van die volksgezondheid, daar is het natuurlijk om. We zitten dat bedrijven hebben moeilijk. We weten dat er mensen thuis zitten. We weten dat er bedrijven nu al, we zijn nu 3 weken ongeveer verder, in een situatie komen waarbij ze helaas de mensen niet door kunnen betalen. En juist daarom is de injectie bedoeld om die bedrijven kleine ondersteuning te geven. En ook de personen. Om ervoor te zorgen dat die slag niet zwaar aankomt. Natuurlijk in een manpaidesma
zoals ze normaal betaald worden. Ik denk ook aan die jongens aan de grens, ik denk ook aan die bushouders. Mm. Maar dat er een kleine onder, de mannen in de visserijsector, de mannen in de agrarische sector, maar dat de mannen een kleine ondersteuning kregen om in elk geval niet verder te zakken, zal ons helpen. Ja. Dat onze economie, we gaan wel een behoorlijk uitdagende periode tegemoet. IMF zegt gisteren dat de wereld een behoorlijke recessie tegen aankijkt. Dus het wordt moeilijk, maar dit soort zaken zijn bedoeld. Dat kan nog kant die draai helemaal, maar dat je het op een beheersbaar peil probeert te houden. Oké, okay. Wanneer komt dat mechanisme dan werkelijk op gang? Voor deze bedrijven, dat ze toch wel kunnen zeggen van nou, we kunnen ondersteuning zoeken bij de overheid. Want er is een plan, er is een noodfonds. Men denkt van nou, wij kunnen daar aanspraak op maken. Hoe zit dat? Nou, de bedoeling is dat het natuurlijk spoedig gebeurt. Laat me zeggen, ons deel, mijn deel is vooral geweest om de wet voor te bereiden. Met de actoren te bespreken, de discussie te voeren in het parlement en die goed te keuren. En daarmee de regering de gelegenheid te geven om haar ding te doen. Een belangrijk moment ook geweest, want zonder deze wet kan de regering niet verder gaan. En dat is ook mijn pleidooi geweest en met mij van velen die dat goed in de gaten hadden in het parlement. Dat we dit moeten doen om die regering die gelegenheid te geven. Ik vind het jammer dat vooral de oppositie dat heeft gebruikt om... Het is een ja, maar voor verkiezingen of ja, noodtoestand, allerlei spookverhalen. Maar dit is waar het om gaat. Die samenleving hunkert en je moet wetgeving hebben. En ik vind het jammer dat het is weggelopen voor een deel, is tegenstem voor een ander deel. Maar die regering kon er niet zonder en kan er niet zonder om te kunnen werken. Nu heeft de regering het in handen en het is de bedoeling dat het ministerie van Financiën samen met dus de andere vakministeries, LVV, HI, Handel en Industrie en Toerisme, en ik dacht ook nog het ministerie van Volksgezondheid en de overige relevante actoren met elkaar zitten om invulling te geven aan de momentum van het fonds. Want de wet zegt dat het fonds goed beheerd moet worden, want het gaat niet alleen maar de anonymous day. En dan wordt er maar naar willekeur worden er zaken gedaan, neer moet structuur komen. Dus er is een daadwerkelijk fonds dat moet worden bemensd. En vanuit de bemensing komt er beleid en zo gaat dat verder. Dus laat maar zeggen, ik hoop dat tussen nu en maximaal 2 weken de regering zover is om in te komen. Ik zeg max 2 weken, maar kan dit trouwens ook te hopen. Ik bedoel, hoe eerder, hoe beter. Ja toch? Maar dat zijn concrete antwoorden welke de gemeenschap nodig heeft in deze precies, tijd. Precies. Dus om te weten van nou, wanneer komt dat dan in place? Ik hoop echt tussen nu en 2 weken dat het kan niet langer. Ja, ik zal ook aandringen bij de regering, het kan niet langer. Ik kreeg dagelijks berichten, gisteren nog langer dan, ik dacht 40 minuten gesproken. Met een visser, iemand die dus samen met de anderen gesproken hoe zij in feite, they try to survive. De ondersteuning is nodig en wij gaan vanuit onze verantwoordelijkheid dat moeten doen. En de regering is aan het werk en ik hoop dat binnen 2 weken dat zover is. Ja, we hebben nog een aantal andere onderwerpen welke we dus door zullen nemen met de vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva. En dat andere heeft te maken met de valutawet, die is ook aangenomen. En we horen hier en daar heel wat burgers uit de samenleving die klagen van nou, zij worden niet goed geholpen door banken. Een beetje, ze vinden ze worden benadeeld. En het heeft te maken met hun valutarekeningen. En wanneer ze gelden daar willen halen, is het dat men een deel... wel krijgt, de valuta's wel krijgt, maar een ander deel is dat in SRD, de tegenwaarde. Ja. Ik neem niet aan dat dat de bedoeling is geweest van de wet. Nee, absoluut niet. En kijk, één deel van wetgeving is natuurlijk het formuleren van de wet, het bediscussiëren van de wet, het maken van regels, het samenstellen van regels die noodzakelijk zijn om iets op orde te stellen. Dat is één deel. Je hoort een discussie in het parlement, er komt een debat en op basis van het debat een oordeel, wet goedgekeurd en dan krijg je de uitvoering. Bij de uitvoering is het van belang dat de actoren die van belang zijn voor als het uit zoals het moet, daadwerkelijk één dat uitvoeren zoals, maar de handhaving die daaraan gekoppeld is, is minstens even belangrijk. En ik heb geconstateerd en met mij denk ik velen dat aan de handhaving nu, er toch wel behoorlijk wat schort.
Ik denk dat zeker vanuit de overheid en daartoe aangewezen ministeries, Financiën, HI, Justitie en Politie, het Openbaar Ministerie, BNV en anderen, dat er harder moet worden opgetreden of duidelijker moet worden opgetreden. Ik begrijp dat de commissie, beter gezegd het toezichtsorgaan al is ingesteld. Er zijn wat technicalities die er nog moeten gebeuren, ook logistiek-wise, dat ze hun werk kunnen doen. Dat is één kant. Ook de centrale bank aan de andere kant, die dus ook een rol heeft bij de uitvoering van de wet, in contact met de banken, als toezichthouder van de banken, die heeft een ontzettend belangrijke taak. Ik kan me tot op dit moment niet voorstellen waarom de centrale bank niet op een behoorlijke manier optreedt. En ik ben blij, eergisteren was er wel een bericht op in het nieuws dat een duidelijk signaal is gegeven. Hoor ik u zeggen dat de centrale bank haar plek moet innemen? Absoluut. De centrale bank is het orgaan dat van ouds toezicht heeft op bank en kredietwezen. Dat is de regel van de centrale bank, vanuit de bankwet zoals we die kennen. Deze wet heeft de rol en de positie van de centrale bank verder versterkt om andere actoren die van belang zijn ook in te voegen binnen, binnen de controlesfeer van bank en kredietwezen. Maar dat neemt niet weg dat de bank haar rol niet moet vervullen zoals dat van ons geregeld is. Ja. Daar is er geen verandering in gekomen. Toch weten we dus dat nadat de wet is aangenomen, dat er een aantal actoren binnen de financiële wereld zijn opgestaan, hebben hun beklag gedaan over een aantal zaken. We weten ook dat het parlement, de leden van het parlement, ook heeft gesproken met de verschillende actoren. Is er een gesprek geweest met de centrale bank hierover? Ja. Laat me zeggen, terecht. We hebben, en u zegt terecht, ook de leiding van het parlement, die inderdaad voor een belangrijk deel het parlement vertegenwoordigt, heeft met de actoren gesproken. Omdat wanneer men dat aangeeft, dat er behoefte is, dan moet je dat aanhoren. Die verantwoordelijkheid heb je en die heb ik ook op me genomen. Nadat ik van de leiding van de bankiersvereniging daar het signaal voor kreeg, ik zal laten ons praten. Het belangrijkste dat we moeten doen, in belang van waarvoor we staan en waarvoor we gaan, een gezonde economie. Dus er zijn een aantal goede gesprekken geweest. Op basis van de gesprekken is ook zeg maar die behoorlijke druk die er lag en het gevoel dat er was, is dat weggenomen en kon men doorwerken, kon men ook later met de centrale bank gaan praten. En er wordt doorgesproken. Er is ook vanuit de leiding van het parlement gesproken met de governor. De gesprekken zijn in feite ongoing. Ik bedoel, je blijft praten, want nu de bank moet ook nog wat de middelen van de cambio's opkopen en zo. In de praktijk zie je dat dat gebeurt, nog onvoldoende is. Het is ongoing. Laat ons zeggen, ik zei het nog gisteren aan iemand, ik begrijp dat er een aantal dingen zijn. En dat zie ik me weer vast aan dat ook om iedere dag te kijken, ja, die heeft weer een andere koers, die weer. De wet is juist bedoeld om rust en orde te brengen. En we zien dat dat in redelijke zin is gebeurd. Want believe me, kan even wet die is nog mee komen in Leenveld. Dat was de koers die al ging naar 12, 13, 15, kan daarbij door de 20 noemen. Dus het heeft even een zekere rust gebracht. Ja? Maar wat we nu moeten doen is met wat we in handen hebben als wet en regel, de zaak terugbrengen naar waar het moet zijn, rustig en stabiel, zodat we als Suriname binnen onze financieel-economische handelen en wandelen rustig verder kunnen gaan. Het is moeilijk genoeg, maar het heeft geen enkele zin om te jansen of geen enkele zin om te boycotten of geen enkele zin om iets te doen tegen wasmassijne lobby of wasmassijne wani. Ik weet wat ik daarmee zeg. Wij hebben als Surinamers een belangrijke rol van waaruit we staan. Zeker heeft nog een verantwoordelijke rol zo, Abi. Even naar bedrijfsleven, even naar bankiers, even naar cambio, even naar centrale bank, even naar regering, naar parlement. Vanuit we staan in deze hebben we een rol om te doen wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Ja. De andere financiële actoren, we praten over bedrijfslieforganisaties, assurantiemaatschappijen, ook de bankiersverenigingen. Bankiersvereniging, hebben die het nu wel begrepen van nou welke richting we op moeten gaan? Ja, dat heb ik ook in de gesprekken gehaald. Ik moet zeggen, er is wel in het traject, het voortraject, wat ruimte gelaten om diepgaander met elkaar te praten over het traject.
Maar ik moet zeggen, naderhand is dat goed opgevangen, met name door de leden van het parlement en de actoren, de stakeholders. Het is beter begrepen, ook de bank heeft, de centrale bank governor heeft gesproken. Dus ik denk dat partijen goed op lijn zijn. Iedereen heeft er baat bij dat we, laat maar het anders zeggen, we komen van een situatie, meneer Lindveld. Ja. We, zelf als Nancy Tapa ook op Libi, kan bepaald zijn een koers voor een andere Pewetan. In die situatie kwamen we. We komen uit een situatie waarin er een cambio gaat. En de groep van cambiohouders, en natuurlijk de goede daar te laten, want je hebt overal waar je bent, goede en kwaad bedoelde mensen, die speculeren met de koers zoals we die hebben gekend. Het zijn geen macro-economische actoren. We weten, we komen uit de importeconomie. Dus een bepaalde vraag en aanbod, die bepaalt een prijs, dat klopt. Maar we hebben de afgelopen tijd gezien dat ondanks de vraag en het aanbod in zekere zin in een zekere balans zijn geweest. De andere macro-economische indicatoren in balans zijn geweest op de handelsbalans en de andere zaken die worden gerekend tot indicatoren die van invloed konden zijn op een koers. Die zijn stabiel, maar soms gebeurt een koers bij kring. Veel speculatie, maar bij make money over de ruggen van ons heen. Dat hebben we moeten verlaten en we komen nu vandaar naar een situatie waar het beheersbaar moet zijn. En ik zeg, natuurlijk ga je aan het begin groeipijnen hebben, want P in feite controle, de, daarom zeggen we niet zomaar controle is geen daad van vijandschap. Ja. Maar P controle de solisme op pijn, dat klopt. Dus je gaat wat groeipijnen hebben, maar zowel de bankiersvereniging als het bedrijfsleven, als de vakbeweging die namens de arbeiders daar is, maar zeker ook wij als volksvertegenwoordiging. Zo wanneer? We willen een rustige koers. We willen een koers waar het voorspelbaar is. We willen een financieel-economische situatie waarbij we naar een winkel kunnen gaan en weten dat ik in Fugonanga 30 golo, dan weet ik hoeveel pindakaas en hoeveel sham en hoeveel sardine ik daaruit kan kopen. En in dat er willekeurig wordt bepaald, vandaag is het zo en morgen moet je dubbele voor betalen. Dat is wat we willen. Ja. En dat is wat de mensen ook wel willen. Wel, dan moeten we doen wat we niet kunnen laten. We hebben nog een aantal vragen voor de vicevoorzitter van het parlement. We praten over de valutawet en dan ook nog over de COVID-wet. Dus we noemen het zo, welke dus onlangs is aangenomen. En die twee brengen we nu eigenlijk samen, want we zitten in een crisisperiode. Hebben we genoeg dollars om onze economie ook in deze crisistijd staande te houden? Is dat een retorische vraag? Heb ik geleerd op school. Ja. Dat is een vraag dat voor zichzelf spreekt. Want dat houdt ook de minister van Handel, Industrie en Toerisme bezig. Ja. Hij zegt van, ja, we moeten het niet zo ver laten komen dat essentiële goederen niet meer geïmporteerd kunnen worden. Ja. Dus daarom dat er een lijst is geproduceerd van essentiële goederen en we moeten ons daaraan houden voor de komende periode. Is dat een wijs besluit geweest van de minister? Een wijs en absoluut noodzakelijk besluit, maar ik kom straks daarop, want we praten over een lijst. De lijst is nog niet definitief samengesteld. Er zijn wat beleidsuitgangspunten en daar wordt natuurlijk over gesproken. Maar om terug te komen op een heel belangrijke en ik noemde het retorische vraag, maar fundamentele vraag. Wij zijn een importerend land. In een situatie waarbij er geen dollar instroom is, op basis van het feit dat we simpel vanuit de grootste bronnen die instroom niet hebben. De prijs voor olie is wederom gekelderd. Toch? Van 50 zoveel, bijna 60 wat het was, een hele post 20 en nu rond de $30. We weten de prijs van goud is een beetje omhoog gegaan, want Tjinjugujugu dingen gaan mensen in goud, dus dat klimt, dat is mooi. Maar onze vissers, zoals ik zei dat ik eerder heb gesproken, die kunnen niet meer exporteren, want de prijs ook. De vraag internationaal is gedropt, dus de prijs internationaal dropt ook. Hetzelfde geldt voor goud. Onze toeristen, die wiens van of een beetje op Tjinsensie komen, die kunnen niet naar binnen komen, want ik bedoel, de wereld is locked down. Dus we hebben een behoorlijke drop in de instroom van dollars op deze, maar ook een heleboel andere gebieden. Wat ervoor zal zorgen dat we onvoldoende zullen hebben om allerlei geweldige dingen, die 60 inch TV en die Escalade Wagyu die sommige mensen willen rijden, om die dingen te gaan betalen. Dus als er op een bepaald moment een besluit moet worden genomen, dat Luko nou die 60 inch kan je misschien laten halen, maar je gaat zoveel invoerrechten ervoor betalen,
of die Escalade en die BMX 6, dat is op de geweldige wagen. Die ga je wel kunnen rijden, maar je gaat zoveel meer invoerrechten ervoor betalen of we gaan het helemaal niet halen. Is het bedoeld om wel ervoor te zorgen dat we inderdaad die essentiële dingen kunnen doen? Eten, drinken zijn zaken die je niet kunt ontberen in een samenleving. Kleren kun je niet ontberen, want anders krijg je allerlei andere problemen. Dus dat zijn essentiële dingen waar we ons moeten zijn. Belangrijke, maar harde beleidsbesluiten die we vanuit de regering, vanuit het parlement straks, maar met elkaar zullen moeten nemen. Want de samenleving moest verstaan en begrijpen. We gaan een uitdagende periode tegemoet waarbij we harde besluiten zullen moeten nemen. Besluiten die ons zal helpen om verder te kunnen leven, verder te kunnen werken, verder te kunnen bouwen, verder te kunnen gaan met ons leven. Dus ik geloof dat dat deel voor veel mensen duidelijk is. Maar alleen moet er in goed overleg afstemmen met elkaar gewerkt worden aan de lijst en de procedure, hoe wij dat verder zullen en kunnen regelen. En op een ander moment heb ik ook gezegd hoor, wanneer we zoveel jaar vinden dat we een importeconomie hebben, of een importerend land zijn. Hoe produceren we een tijdje nog? Hoe produceren we een tijdje produceren van wat we hebben? Laten we begrijpen dat we geen tamarinden meer moeten laten halen en op de schappen zetten uit allerlei Aziatische landen. Laten we begrijpen dat we ook onze eigen groente hebben, onze eigen boulanger en zaken punt, die we hier... Je gaat op het punt van de eigen productie stimuleren. Hebben we in de afgelopen 5 jaar, of laat ik het zeggen van nou, in deze periode wordt er vaker over gesproken. Minister Binder Permisser die zegt dat hij al een hele tijd in DNA. Hebben we wel genoeg gedaan om die lokale productie toch wel die push te geven? Ik zeg genoeg maar onvoldoende. Genoeg maar onvoldoende, omdat inderdaad dat idee gaat leven. En als er één ding is dat je de huidige politiek mee kan geven, de NDP, die dus de regering uitmaakt, samen met haar partners, is dat wij zien dat de regering probeert om het geloof in eigen kunnen, maar ook de drang om op eigen benen een aantal dingen te doen, op eigen kracht een aantal dingen te doen, dat dat wordt ingepompt in die samenleving. En dat ook zichtbaar wordt in een aantal projecten die de regering doet. We moeten er wel goed bij stilstaan dat de regering en hoe progressief de NDP ook in zijn karakter is, overigens geen andere keuze heeft. Het is de eerste en de enige regering die het moet doen zonder wat we call heel populair ontwikkelingshulp. En waar je dacht misschien in ontwikkelingshulp is 100 of 200.000 per jaar. We praten over honderden miljoenen dat Suriname kreeg gewoon gratis per jaar. Dat is er niet meer. Er is geen bauxietinkomsten meer van Alcoa of bauxietinkomsten van Billiton. Voorgaande regeringen hebben dat gehad en hebben ondanks de situatie, zou je niet vragen wat hebben ze ermee gedaan. Deze regering moet dat wel zonder. Dat betekent dat het behoorlijk gat dat er is ontstaan door het gebrek aan ontwikkelingshulp. We missen het niet, want we komen beginnen ook, we moeten op onze eigen benen staan. Maar het gat dat er vooral ook is ontstaan door het vertrek van Alcoa en ook Billiton, door de bauxietindustrie die plat is gelegd, moeten we gaan vullen, ja. Door productie. Onder andere agrarische productie. Ja. En daarom ben ik blij met de minister van LVV, die juist vanuit die gedachtegang blijft stimuleren. We weten, er komt een behoorlijk groot agrarisch project van de LR-groep. Dat ons zal helpen om de agrarische productie een behoorlijke boost te geven, een spin-off te geven. Om ervoor te zorgen dat dat een van de zaken is die we over 5 jaar als Suriname kunnen hebben neergezet. Een behoorlijk potentiële agrarische industrie die ons wat meer inkomsten geeft en wat meer uit de potentie haalt die we hebben. Ja. We gaan dus naar de afronding toe met de vicevoorzitter van het parlement. Bij de één voorlaatste vergadering van DNA heeft hij zich eigenlijk ook uitgesproken over wat er moet gebeuren rond 25 mei 2020. De verkiezingen moeten volgens u doorgaan. Is er ook al zicht daarop vanuit regeringswegen? Want eigenlijk hebben we nog niet echt iets daarover gehoord. Nou, ik denk dat wat dat betreft ik duidelijk ben geweest. De verkiezingen is uitgeschreven 25 mei. We hebben tot nu toe niet gehoord dat de regering heeft gezegd, jongens, we gaan de verkiezingen uitstellen. Overigens
is dat een parlementair besluit? Laat me dat duidelijk stellen. Want sommige mensen speculeren een heleboel met ja, wet uitzonderingstoestand is aangenomen. Dus nee, absoluut niet. Het is een parlementair besluit. Niet om de verkiezingen uit te stellen, maar om de periode, het termijn van het parlement te verlengen. Waardoor je dus een uitstel krijgt van de verkiezingen. Ja. Maar het is een parlementair besluit. Politiek parlementair besluit. Tegenwoordig zien we dat er ook ingegeven zal zijn door de situatie die er nu is. Want gelooft u mij, ik zeg wel, en met mij velen, dat de verkiezingen aangepast aan de situatie door moeten gaan. Maar tussen nu en dan kun je wel een situatie krijgen waarbij je zegt, het is niet aan te bevelen of het is niet raadzaam. Want aan wie is van wie win verkiezen, meneer Lindveld, en aan wie is van hoe dit win baga, de volksgezondheid, dat is wat primair is. En waar we hebben gezien dat de regering dat goed in de handen heeft, willen we dat ook zo blijven houden. En alle garanties moeten daar zijn. Dus if one man time niet no, 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 is niet raadzaam met mijn mama, bedoel ik aan mijn mama zijn vrede met verkiezing. Want man is een verstand story. Time niet no, je moet daar niet gaan, want president, leiding parlement en andere actoren, dit en dit en dit zijn de voorwaarden. Dan is het oké, dan moeten we daarnaar kijken. Maar tot nu toe is het nog niet zo ver. De verkiezingen staat nog daar, 25 mei. En we zijn ready. Het wordt uitdagend natuurlijk, want ik geloof dat we behoorlijk wat zaken hebben gedaan, hebben neergezet. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wat zaken die je moet opvangen. Er zijn wat errors die goed geëased moeten worden. Je moet met de samenleving ook nog praten van, hey, daar gingen we naartoe, maar om 10 error kon dat de volgende periode zullen we dat zo aanpakken. Maar al met al denk ik dat mijn partij daar klaar voor is. De NDP is de grootste partij van het land, blijft ook zo. Ik geloof niet dat er een makkelijke partij zal zijn die het succes van de NDP zal kunnen evenaren. We zijn een nationale partij met de banieren in alle districten, alle vertegenwoordigers, alle stromingen zijn vertegenwoordigd. Suriname is daar. En ik geloof dat wij, wanneer we de samenleving willen vragen en zullen vragen op die dag om de ondersteuning te geven, om door te gaan, dat we dat zullen krijgen. Dus, u bent al, zo is het 10 jaar in het parlement. Ja. U hebt al 2 regeringen Bouterse meegemaakt, Bouterse Amarali, Bouterse Adien. Ja. De uitdagingen die er zijn geweest sinds 2013 met een terugval. We hebben de financiële, de wereldcrisis gehad. Ja. Een aantal uitdagingen daarna, ook nu recent, de COVID-crisis. Ja. Zijn de regeringen Bouterse wel goed omgegaan met de verschillende uitdagingen? Absoluut, meneer Lindveld. En dat zeg ik niet omdat ik dat wil zeggen of behoor te zeggen uit misschien een beetje politieke beleefdheid. Ik zeg dat omdat dat zo is. En als u mijn betoog in het parlement het afgelopen debat hebt gevolgd, heb ik ook daar gezegd, regering spelen en regering zijn, het zijn 2 verschillende dingen. President spelen en president zijn. Na Toussaint-Jaren Manel Lindveld, misschien want toemang. Ze spelen president, maar daadwerkelijk zijn. In een periode van crisis. Nou, heer Trasani. Ik geloof dat ondanks en door die moeilijke situatie heen, de regering, samen met ons natuurlijk, vanuit onze verantwoordelijkheid in DNA, haar best heeft gedaan. Voor Horas aan Knapu. We zien verschillende landen die door crisis heen zijn gegaan. En wat zie je? Allerlei burgeropstanden, burgeroorlog, stroomende waterende, de aantal sanepsa. Hier hebben we gezien dat door die moeilijkheid, ondanks de crisis juist, er een aantal zaken wel zijn neergezet. We hebben gezien dat desondanks, op een moment in je op je kraan wat kon, je let die faya de busprijs is stabiel gebleven, niemand praat daarover. Bootprijs idem. We gaan naar de tank. Weet hoeveel wordt gesubsidieerd nog dagelijks voor ons? Terwijl we bromfiets en de zaken die we daar hebben. Olie. Dus dat zijn fundamentele zaken. Dat heeft weer zo'n weerslag in de productie. Dat heeft weer zo'n weerslag in andere sectoren. Er zijn natuurlijk verder ook fouten gemaakt. Ja. Dat zeg ik, but nothing is perfect. Hoe is perfect? Je hoort een heleboel mensen aan de kantlijn schreeuwen van de oppositie. Van ja, maar ik zou en ik moet. Maar wat hebben zij toen gedaan? We moeten onthouden van waar we komen. We moeten weten wat ze in hun hebben. En we moeten begrijpen dat
een land draaien in zo'n situatie. En dan mag ik het niet. Dus het is makkelijk aan de kant alleen schreeuwen hoor. Maar ik waardeer de inspanning van de regering. Ik waardeer de inspanning van de president. Die leiderschap heeft getoond. En wij hebben hem daarin ondersteund. En zullen hem daarin blijven ondersteunen. De samenleving heeft het begrepen. Daarom zie je dat er geen massale opstand is gekomen. Want toen man bij Chapchin Jugujugu kon. Maar ik ben ook de samenleving dankbaar. In grote getalen. Dat ze ondersteuning hebben blijven. Zijn blijven geven aan de president, aan de regering. Om hier doorheen te gaan. En we gaan door. Goed. Dan bedank ik u. We hebben dan gesproken met de heer Melvin Bova, vicevoorzitter van DNA. En wat u ook hebt gemerkt bij de kandidaatstelling onlangs op 9 april is hij ook gekandideerd. Ja. En staat hij dus nummer 5 in het kiesdistrict 1 en in het district Paramaribo. Wij gaan dus naar onze volgende gast zo meteen. En dat is dan de heer Sergio Akimboto. We hebben dus gesproken met de heer Melvin Bova. We hebben dus met hem gesproken over de COVID-wetgeving. We noemen het zo. Het is de burgerlijke uitzonderingswet COVID-19. Waarin er een aantal zaken zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat de economie draaiende wordt gehouden. Dat er een aantal zaken gereed worden gemaakt voor de gezondheidszorg. En dat er ook een stimulusfonds komt voor verschillende sectoren, zodat ze ook daaruit wat de middelen kunnen putten. En het andere, we hebben ook gesproken over de valutawetgeving. Het ene en andere merken we dus in de maatschappij heden ten dagen. Er is gesproken met de financiële sector, ook een gesprek met de Centrale Bank van Suriname heeft de heer Bova aangehaald. En het gaat erom dat de koersen stabiel moeten worden gehouden en dat we dus toch wel een heel goed economisch klimaat moeten hebben voor de komende periode, voor de generaties die ook naar ons volgen. We gaan naar een break, een heel korte break, en dan ben ik zo bij u terug.